Kandidaten, welkom in Colombia. Het is zover. Wie is de Mol 2019? De jacht is geopend. De kandidaten gaan op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de Mol? Ik ben de Mol. En ik ga ervoor zorgen dat de pot helemaal niets gaat voorstellen dit jaar. In 10 van die kisten zit een vrijstelling. Over dat ding heen. Hier, over de ballen. Hoe kan je dat allemaal in? Hier! Ja, dat is een tiranine. Hier, wacht. Als mol wil ik natuurlijk dat we zoveel mogelijk kisten naar boven halen. Want ik weet wat er straks komen gaat. 1, 2. Hoe meer kisten we omhoog halen, hoe meer kans op vrijstellingen. 3, 2, 1. Ik heb een aanbod. Jullie krijgen 2500 euro voor de pot. Als jullie als groep afzien van de vrijstellingen. Vrijstellingen. Een mol zou natuurlijk nooit stemmen voor het geld. Mag ik jullie handen zien voor het geld? 2. Nou, 3. 3 voor het geld. Tenzij die weten dat het uiteindelijk toch niet in de pot terechtkomt. Wat is het geworden? De vrijstellingen. Jullie zijn dus allemaal door. En uiteindelijk hebben we nu de eerste aflevering 1300 euro verdiend. Als dat zo doorgaat, dan ben ik lekker bezig als mol. De laseropdracht, dat is natuurlijk de ultieme Wie is de Mol ervaring. Ik kan niet wachten. Maar ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk het speelveld in kom. Nu valt er nog veel te halen. Zie dan als leider eerst. Oké. Mag ik dan daarna? Ja, is prima. Als mol moet je natuurlijk kunnen multitasken. Ik moet de ideale kandidaat uithangen. Maar ik moet natuurlijk ook mijn tijd als mol goed gebruiken. Ik ga nu. Zet hem op. Ik heb 150 euro. Goed zo. Dus ik geef netjes alles door wat ik zie op het parcours. En dan heb ik nog wel genoeg tijd over om hier en daar misschien wat uit te halen. Oké, ik ga mijn tweede zoeken, maar ik zie hem wel, maar die laser beweegt. Kom goed. Rustig aan. Zit je nog goed in je tijd? 4 minuten. Ik heb het. Neem 250 euro mee uit het laserlabyrinth. Ideale kandidaat. 250? Yeah. Ik ben natuurlijk helemaal geen kandidaat. Ik ben de mol. Ik heb van jullie allemaal een stapeltje meegenomen. 1500 euro. En dit geld ga ik stiekem bewaren. Dat ga ik misschien nog wel nodig hebben. Kan het ja. Ik zou bijna denken dat het een aanwijzing is. Godzie mijne. Ja. Hallo. Ik doe echt enorm mijn best om jullie iets duidelijk te maken. Nikki! Nog één! Jullie zijn zo gefocust, zo in het spel, zo geconcentreerd. Ziet iemand mij überhaupt wel? Sinan! Ga jij even lekker iedereen af zitten leiden? Inderdaad, een prachtige plek, dit bamboebosje, Sinan. Maar bomen, bos, je ziet het niet meer. Ik heb sowieso gestemd om zonder molboekje te werk te gaan. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Het balkon van Niels, Sarah, Jamie en Merel is niet op deze verdieping. Kijk, als mol weet ik natuurlijk wat mijn balkon is. Maar om daar nou meteen verkeerd te gaan staan, dat kan opvallen. En het is ook lang niet zo leuk. Ik hou wel van een beetje uitdaging. Dit balkon is niet van jou en ook niet van Jane. Ik ga er gewoon voor zorgen dat er even een paar verkeerd staan. Niemands balkon, top. Kijk, we zijn nu natuurlijk allemaal van elkaar afhankelijk. Om op het goede balkon te staan, moet je de juiste informatie met elkaar delen. Evelien, jou is niet op deze verdieping. Niels, jou eindigt op 10. Jongens, heeft iemand een
feiten checken. Hoort bij mij. Hebben jullie toch wel begrip voor? Niet zo stressen, joh. We halen de deadline heus wel. Wat hier van Niels en Evelien zegt voor mij? Oké, okay. Zie je wel? Hey, jongens, ja, ik word hier gek. 9-0-9 voor mij gezegd. Ik sta je op de goede verdieping, Robert? Ja, dat weet ik dus niet. Waar jij nu staat, daar moet jij niet staan. Oké, weet je, ik heb mijn taak gedaan. Ik vind het goed. Het is gelukt. Ik sta verkeerd samen met nog 3 andere kandidaten. Weer 1500 euro. Niet in de pot. Bravo! Ik heb vanmorgen een extra kop koffie genomen om goed scherp te zijn. De 40 vragen heb ik natuurlijk ruim van tevoren allemaal al bestudeerd. Alright, jongens. Hey. Hier is 1 tablet. Zodra het mogelijk is, ga ik een sleutelpositie innemen. Die sleutelpositie is natuurlijk achter 1 van de tablets. Per dag drinken we gezamenlijk 6,5 miljoen liter. Ik heb op een gegeven moment al behoorlijk wat geld ingezameld. Moet goed zijn. Er moeten heel veel goede antwoorden in die tablets ingevuld. Top. Ja! Ik besluit nog heel even te wachten voordat ik toesla. Wat is het antwoord? Ja. Nee, dat is niet de vraag. De vraag was, hoe komt het dat... Ja, come on, jongens. Er zit behoorlijk wat tijdsdruk achter deze opdracht. Veel stress, ongeduld ook van mijn medekandidaten. I like a certain brand. Het gaat ook over Maxwell's House. Maxwell's House. Wat zeg je, Niels? Is het antwoord Maxwell's House? Prima. Vul ik dat meteen in? Ja, dat is niet goed. Hey, maar hoe dan? Oh. Ach, dat is niet goed. Rood scherm. Had dan op zijn minst die hoofdletters gedaan? Ja. Mijn 2 tablets, allebei een rood scherm. Dat is toch weer 500 euro uit de pot. Oké, ik ben een beetje gespannen. Want ik moet er bij deze opdracht voor zorgen dat ik als eerste 2 enveloppen pak. 2 enveloppen? Maar dat als eerste iets pakken... Dat is nogal een rode vlag. Iemand die daar alles van weet is oud-mol Margriet van der Linden. Die moest ooit als eerste een koffer pakken. En dat vonden sommige kandidaten echt heel opvallend. Allemaal een kaartje? Allemaal een 1 en een 2. Maar het moet de bovenste envelop van de 1... en de onderste envelop van de 2. De hoogste bedragen moet ik eruit halen. 2 keer 500 euro. Rechts. Ik had nog wat wisselgeld. Vakkundig verzameld bij de laseropdracht. Dus ik heb die 500 euro verwisseld voor 250 euro. Als mol besluit ik dat het wel handig is om heel even weer de ideale kandidaat uit te hangen. Dus de eerste links-rechts ronde ben ik prima op tijd. En daar is nummer 3. En ik lever mijn envelop in bij Rick. Maar er zit die 500 euro natuurlijk niet meer in. Kijk maar of je bij de kerk omhoog moet. Of dat de goede straat daar? Nee, links is de kerk. Want dit is Kanye. Kanye 6. Jamie werd heel ongeduldig. Maar die wist natuurlijk niet dat ik nog even bezig was met mijn administratie. Dus die 500 euro gaat eruit en dan lijkt de 50 euro voor de pot me wel meer dan genoeg. Ben je klaar voor? Jij bent klaar voor. En zo breng ik in ronde 1 250 euro binnen voor de pot en in ronde 2 verlies ik 50 euro. 50 euro. Vierd kandidaat, maar een betere mol. Die heeft toch 800 euro uit de pot weten te houden. Eerst eens even zorgen. Dit niet aankomt. Ik begin bij een station waarvan ik weet dat er 5 oranje trossen liggen. Oh, maar eentje eraf. Weet ik in ieder geval zeker dat er niks aankomt. Hoppa. De mol heeft het er warm van. Ik denk dat ik nog even een paar bananentrossen het bos in ga slepen. Dat ze zich niet gaan afvragen waarom geen lintje zou zitten. Eén ding is zeker. Er gaat helemaal niks verdiend worden vandaag. Niels! Mijn is vol! Oké. Zo, linksaf. Jimmy en Niels, missen jullie niet iets? Van de 12 trossen hebben jullie 7 binnengebracht. Ik weet dus 5 van die loodzware trossen weg te houden van het eindstation. Maar ik heb echt pech. Het geld zit in kokers in die trossen. Ga maar kijken of je wat verdiend hebt. Ja, ik heb hier jongens. 500.
Ja, money. 500. We hebben 1000 nu. Oké. Kalm blijven, scherp blijven, de schade beperken. Waar hangt het dan, Sinan? Misschien hangt het er niet, Merel. Dat kan ook nog, dat er bij sommige trosjes niks hangt. Ik denk dat er bij jou niks hangt. Gelukkig heeft niemand me gecheckt. Toch nog 500 euro, niet geoogst.